Wat is nu eigenlijk een mock battle? Een mock battle is niets anders dan een schijngevecht waarbij strijdbare acties worden uitgevoerd zonder intentie om te schaden. Schijngevechten worden veelal uitgevoerd door zogenoemde reenactors. Het doel is de huidige en toekomstige generaties te informeren over de Tweede Wereldoorlog, inclusief de offers die daar werden gebracht voor de vrijheid. Reenactment is in feite een soort openluchtmuseum. Tijdens een mock battle wordt door de deelnemers zo dicht mogelijk de tijd benaderd die zij uitbeelden. Dit alles om in ere te houden wat in het verleden is voorgevallen. Het is mei 1940. Het dagelijks leven wordt beheerst door oorlogsretoriek op de radio en in bioscoopjournaals. En Nederland wenst vurig dat het neutraal kan blijven in de zich ontwikkelende oorlog. Dan, op de tiende dag in mei, in alle vroegte, vallen Duitse troepen alsnog Nederland binnen. De Duitsers zijn ingekwartierd. De manschappen maken contact met de groep om ze wat gerust te stellen. En de hogere officieren lopen eruit.
Hoop op bevrijding voor de geallieerden is na de slag om Duinkerke verder weg dan ooit. Het hoofdkwartier van de Duitsers bevindt zich vrij vooraan op het Scharloo in het gebouw waar de vlag met het hakenkruis wappert en versperringen staan opgesteld, waar controles op persoonsbewijs worden uitgevoerd. Burgers kuieren wat over straat, lezen een krantje voor in huis of op een bankje, terwijl de buurvrouw naast de ramen staat te wassen. Een kar ratelt over de keien. Wat verbergt deze man onder de kleden op de kar? Heimelijk wordt her en der de Hollandse bode, in die tijd strikt verboden, uitgedeeld of doorgegeven. Van de Duitsers ligt een grote voorraad voedselkorten opgeslagen. En dat terwijl de bevolking honger leidt. Er wordt plan opgepakt om een deel van deze voedselzone te gaan stelen door een snelle overval op het hoofdkwartier. De man met de kar, de bestuurder van de auto, werken daarbij nauw samen om het plan te doen slagen. Al is het risico aanwezig dat het mislukt. Helaas, voor het verzet had deze overval wel in het eer zullen worden. Maar een lid van de bezetsgroep is gevangen. En dat zou nog wel eens lelijk kunnen uitpakken. De Duitsers voeren de gevangenen af en gaan handelijk een hele laag opzetten om de piloten te kunnen onderscheppen en misschien wel gevangen te hebben. Wat de Duitsers nog niet weten, is dat er nummer 20 onderduikers zitten. Dat zijn de grote. Die moeten nog even wat opzoeken. En dat is goed. Thank you.
de woning op nummer 20 heeft nu een wollen aandacht. Het wordt opengedaan. Ze stormen naar binnen. En dit is er niet aan de hand. Zelfs meubilair wordt het raam uitgegeven. De Duitsers onderzoeken het hele huis. De Duitsers gaan hun stelling versterken. Rondom hun hoofdkwartier. De bommen lopen af en aan. En de stemming raakt meer en meer spannend. Persoonsbewijzen van burgers worden strenger gecontroleerd. Duitsers houden meer en meer razzia's. Verzetstrijders worden gearresteerd. Het verzet daarentegen ligt overvallen. Op zoek naar waardebonnen om de Duitsers van voedsel te kunnen voorzien. Bevolkingsregisters worden vernietigd. In juni 1944 komen berichten vanuit Frankrijk dat de geallieerden de lang verwachte aanval hebben ingezet op de kusten van Frankrijk. Het einde van de oorlog komt naderbij. En dan, 5 september 1944. Premier Gerbrand die zegt in een radiotoespraak dat de geallieerden de Nederlandse grens hebben overschreden. Duitsers en collaborateurs raken in paniek en vluchten massaal weg uit Nederland. Door dit later fout gebleken bericht komt Nederland echter in een overwinningsroes. Maar van een Duitse capitulatie is er geen sprake. Nieuwsgierige burgers worden weggestuurd. En de stellingen worden in gereedheid gebracht voor de laatste krachtmeting met de geallieerden. Een artillerieaanval. De Duitsers worden volledig verrast. Rennen terug naar hun stellingen en zoeken dekking. Wachten op een grote macht. Een Duitse officier vindt het genoeg en wil geen verder bloed vergieten. De oorlog is voorbij. Het machtige Duitse Rijk is in elkaar gestort. En ook zij zijn na 5 jaar oorlog moe en willen naar huis of wat er nog van over is. Ein Kuss! Ein Kuss!
vlag van het hoofdkwartier wordt gewisseld. De capitulatie is een feit. Nederland is bevrijd. Lief publiek, namens de organisatie Bevrijdingsfestival Brienen, gemeente Voorne aan Zee en alle deelnemers aan deze mock battle willen wij u heel hartelijk dank zeggen voor uw aanwezigheid en enthousiasme tijdens deze mock battle. Geniet nog even van de diverse activiteiten op en rond de kampementen, de gezelligheid in de binnenstad. En als u zometeen op een van de vele gezellige terrassen neerstrijkt, proost dan met elkaar op de vrijheid, op onze vrijheid. Dank u wel.